Dit is deel 3 van college 9. Nou, tot nu toe hebben we gezien dat groepen niet altijd het beste in ons naar boven halen. Als we kijken naar de individuele prestatie van iemand in een groep, gaan we soms slechter presteren. We gaan niet meer zo heel erg ons best doen. En we kunnen ons zelfs heel erg asociaal gaan gedragen als we lid worden van een grote groep. Laten we nu eens gaan kijken wat er gebeurt als we echt ons best doen om samen te gaan werken met een groep. En specifiek gaan we inzoomen op groepsbeslissingen. Wat gebeurt er als wij samen met anderen in een groep een beslissing moeten nemen? Iets wat heel vaak voorkomt. Nou, in principe is het zo dat er in één groep natuurlijk veel meer kennis beschikbaar is dan in één individu. Dus dit noemen we als psychologen ook wel transactief geheugen. Als je al die capaciteiten, al het geheugen van al die individuen in een groep combineert, ja, dan zou je in theorie in staat moeten zijn om tot een hele goede, weloverwogen beslissing te komen. Maar goed, dat is natuurlijk niet wat er gebeurt. Want als wij samen gaan werken in een groep, dan gaan er eigenlijk ook heel vaak dingen mis. En dat noemen we ook wel procesverlies. En dat betekent dat het vermogen om een goede beslissing te nemen wordt aangetast op het moment dat wij lid worden van een groep. En we zullen nu gaan praten over 2 van de grootste problemen die er kunnen optreden als wij samen met een groep een beslissing moeten maken. Het eerste is groepsdenken, oftewel groupthink. En het tweede is groepspolarisatie. 2 eigenlijk grote problemen als wij samen met een groep een beslissing moeten gaan maken. Eerst gaan we praten over groepsdenken. Groepsdenken is iets wat optreedt als groepen een beslissing moeten maken. Maar ze zijn er eigenlijk meer mee bezig dat ze de harmonie in de groep willen bewaken dan dat ze heel erg kritisch en eerlijk met die beslissing bezig zijn. Dus ze zijn vooral heel erg bezig met, oh, we willen elkaar heel graag nog heel erg aardig vinden. We willen harmonie in de groep, we willen het met elkaar eens zijn. Dat vinden ze belangrijker dan het nemen van een echt hele goede beslissing. En als dit voorkomt, ja, dan worden dus vaak eigenlijk hele slechte beslissingen genomen. En ja, dit gebeurt ook vaak als er politieke beslissingen moeten worden genomen. En een heel erg bekend voorbeeld is een beslissing van een Amerikaanse president in 1961, namelijk John F. Kennedy, om Cuba aan te vallen, binnen te dringen, bij de Varkensbaai. En nou, hij had het idee, hij was net aangesteld, hij had net de verkiezingen gewonnen. En hij wilde meteen een statement maken. Hij had nogal last van Cuba, dus hij dacht, nou, weet je wat ik ga doen? Ik stuur gewoon een klein groepje van mijn CIA-agenten, stuur ik gewoon naar Cuba. En dan gaan ze daar gewoon het land binnenvallen. En dan gooien ze dat hele regime van Fidel Castro gooien ze gewoon om. En dan, nou, dan heb ik gewonnen. En dan heb ik een hele mooie slag geslagen. Een politieke veldslag gewonnen. En dan zal ik iedereen eens even laten zien wat Amerika wel niet allemaal kan. Dat was de theorie. De uitvoering was iets minder. Want ja, er waren inderdaad CIA-agenten die naar Cuba gingen bij de Varkensbaai om daar Cuba binnen te vallen. Maar ze werden eigenlijk min of meer opgewacht door het Cubaanse leger. Die het al van mijlenver zag aankomen dat Kennedy zoiets zou gaan ondernemen. En het was eigenlijk een lachertje, want ze werden gewoon gelijk opgepakt en afgevoerd. En Fidel Castro die had een hele mooie grote overwinning. Amerika werd ook echt belachelijk gemaakt op het internationale podium. Iedereen dacht, maar wat hebben ze nou gedaan? Wat een belachelijke actie. Die CIA-agenten zijn ook nog heel erg lang vastgezet. Die hebben ook nog steeds, ja, psychisch, er zijn nog steeds veteranen die leven en die hebben nog steeds heel veel last van ja, dat ze dit hebben moeten doen. Dat ze eigenlijk het slachtoffer zijn geworden van groepsdenken. Maar hoe kan zoiets nou gebeuren? Hoe kan het nou dat je zo'n slechte beslissing maakt, zo'n domme beslissing eigenlijk, als je zo'n machtige leider bent van ja, een hele belangrijke beslissing moet maken? Nou, wat even een beetje meer context. Kennedy en zijn adviseurs die voelden zich eigenlijk een beetje onoverwinnelijk op dat moment. Ze hadden dus gewonnen, de verkiezingen gewonnen. Was nog maar net gebeurd. En ze dachten, yes, wij zijn hier helemaal de baas. Kennedy, een hele populaire leider, heel charismatisch. Ook wel directief, dus hij was wel echt dominant, autoritair. En hij had een groepje adviseurs om zich heen verzameld die eigenlijk een beetje volgelingen waren. Die dus ook niet heel erg tegen hem in durfden te gaan. Daarbij hadden ze ook nog maar heel weinig echt grote politieke beslissingen genomen. Dit was eigenlijk de grote beslissing die ze hadden genomen. En, of die ze gingen nemen. Dus ze hadden ook nog niet echt ja, goede methodes ontwikkeld om dit soort kwesties, ingewikkelde kwesties, te bespreken. En bovendien, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, maakte Kennedy vanaf het begin heel erg duidelijk wat hij wilde. Hij zei dat ook gelijk tegen zijn adviseurs. Ik wil Cuba binnen gaan vallen. Jullie mogen alleen wat advies geven over hoe we dat precies gaan aanpakken. Dus hij was ook ja, heel duidelijk in zijn beslissing. En er was weinig ruimte voor zijn adviseurs om dit tegen te spreken. En dat gebeurde dus ook niet.
Nou, en dit is eigenlijk de perfecte cocktail om groepsdenken te laten plaatsvinden. Kijk maar eens naar de verschillende oorzaken of eigenlijk een soort van risico's van groepsdenken. Ten eerste groepscohesie. Dat wil zeggen dat het een hechte groep is. Nou, dat gold zeker voor Kennedy en zijn adviseurs. Dat was een hele hechte groep die ook een beetje geïsoleerd was van de rest. Dus dat is ook groepsisolatie. Directieve leider, slechte besluitvormingsprocedures en stress, spanning, crisis. Eigenlijk vergroot dat alles altijd uit, menselijk gedrag. En meestal niet ten goede. Terwijl we dan juist hele goede beslissingen moeten maken als we onder hoge stress staan, als we heel veel spanning ervaren. Maar het werkt meestal precies tegenovergesteld. Dus ook bij groepsdenken is het zo dat stress dat alleen maar vergroot. Dus alleen maar vergroot de neiging om vooral een beslissing te maken waar iedereen het heel erg mee eens is. Nou, wat had Kennedy nou moeten doen om dit groepsdenken te voorkomen? Wanneer had hij nou een goede beslissing kunnen maken? En was hij waarschijnlijk, had hij een hele andere plan van aanpak gekozen? Hoe kan je groepsdenken voorkomen? Nou, dat ligt heel erg in handen van de leider. Dus Kennedy had zich echt anders moeten opstellen. Het belangrijkste is dat een leider onpartijdig moet blijven. En eigenlijk zo lang mogelijk de eigen mening voor zich moet houden. Dus niet moet zeggen wat hij er zelf van vindt. Vervolgens is het belangrijk om de meningen anoniem te vragen. Dus niet in een hele groep van, goh jongens, wat vinden jullie ervan? Vinden dit ook zo'n goed idee? Ja, dan krijg je natuurlijk conformiteit. Hè? Dat is precies het Ash-experiment. Dus dat hebben we ook gezien, dat als mensen moeten aangeven van hoe lang is deze lijn, dat ze het verkeerde antwoord geven als ze in publiek hun mening moeten zeggen. Als ze het privé mogen doen, dan wordt die neiging al minder. Dus anonieme meningen vragen is heel belangrijk. Een advocaat van de duivel aanstellen. Zeggen dat één iemand, bijvoorbeeld één van die adviseurs, zeg je wat wij ook voorstellen, jij moet redenen verzinnen waarom dat geen goed idee is. Dus jij bent de advocaat van de duivel, die moet tegen ons ingaan. Om ten eerste scherp te blijven, maar ook aan te moedigen om kritiek te leveren. Dat is heel erg belangrijk. Externe meningen vragen, dus niet alleen maar binnen je eigen bubbel, maar ook eens echt aan andere mensen die losstaan van je groep, die echt objectief zijn, zeggen van, vind je dit nou een goed idee voordat je het gaat doen? En tot slot een plan B ontwikkelen. Een alternatief plan van wat zouden we ook kunnen doen? En soms blijkt het alternatieve plan zelfs een veel beter idee te zijn dan het initiële plan. En als Kennedy deze handleiding had gevolgd, dan had hij die beslissing zeker niet genomen. Nou, dat groepsdenken vindt niet alleen maar in de politiek plaats. Dat vindt ook heel erg vaak plaats bij beslissingen, bijvoorbeeld in grote bedrijven. Hier zie je board meeting van een college van bestuur van een of ander bedrijf. Waarbij de leider zegt, all those in favor say A. Dus iedereen die het met me eens is, zegt A. En dat doet iedereen braaf. Iedereen zegt, ja hoor, ik ben het helemaal mee eens. En tegelijkertijd denken ze allemaal, wat een verschrikkelijk plan. Doe het niet. Je maakt een grapje, dit is een verschrikkelijk idee. Maar niemand zegt het. En dit noemen we ook wel pluralistische onwetendheid. En dat betekent dat mensen denken dat iedereen een situatie op een bepaalde manier interpreteert, terwijl dat in feite helemaal niet zo is. Dus iedereen denkt, nou goed, iedereen zegt ja, dus iedereen is het ermee eens. Dus ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens, maar ik ben de enige, dus ik hou wel mijn mond. En tegelijkertijd denkt iedereen dat. We zijn eigenlijk allemaal onwetend over het feit dat we het met elkaar eens zijn, maar dat we het gewoon simpelweg niet durven te zeggen. En dit is iets wat ook vaak in een klaslokaal gebeurt. Bijvoorbeeld als ik aan jullie vraag, tijdens een vragenuurtje, zijn er nog vragen? En dan kijken mensen om zich heen en die zeggen, oh, niemand steekt een hand op. Blijkbaar is alles helemaal duidelijk voor iedereen, terwijl het voor mij helemaal niet zo duidelijk is. Maar goed, ik zeg maar niks, want als ik de enige ben die het niet begrijpt, dan moet ik het zelf maar gewoon uitzoeken, want ik ben toch niet zo belangrijk in de hele groep. Ja, dat is zo echt een denkfout. Dus als je jezelf daarop betrapt, als jij een bepaalde vraag hebt of je vindt iets niet duidelijk, dan is er een hele grote kans dat minimaal één andere student, maar waarschijnlijk de meerderheid van de studenten, het ook nog niet zo duidelijk vindt. Dus vraag alsjeblieft om opheldering en voorkom op die manier pluralistische onwetendheid. Want dat is hartstikke zonde. Je moet je uitspreken, alleen op die manier kan jij een verschil maken. Nou, tot zover het onderdeel over groepsdenken. Laten we nu doorgaan naar het tweede probleem bij het maken van groepsbeslissingen. En dat is groepspolarisatie. Nou, om dit te introduceren ga ik jullie een vraag voorleggen. Een situatie, het gaat over Mark, je ziet hem hier. En Mark is een leraar op een middelbare school.
Hij is vrij gelukkig met zijn baan, maar hij heeft eigenlijk één grote droom. En die grote droom is om schrijver te worden. En hij heeft ook een idee voor een roman en hij overweegt eigenlijk om zijn baan op te geven om dat boek te gaan schrijven. Hij zegt, ik wil dat niet in de avonduren doen, ik wil gewoon echt mijn agenda vrijmaken en hele dagen gaan schrijven om mijn boek te schrijven. Dat is echt mijn grote droom. Maar ja, natuurlijk zijn er wel risico's aan verbonden, want ja, als je je baan opgeeft heb je geen inkomen en misschien flopt dat boek wel heel erg en ja, dan heeft hij het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Dus de vraag is eigenlijk, moet hij dit wel of niet doen? Moet Mark zijn baan opzeggen om zijn droom te volgen? Nou, vandaag heeft Mark een meeting met een grote uitgeverij en die staan er misschien voor open om zijn boek uit te geven. En die uitgever die geeft eigenlijk gaat zijn kansen inschatten op een schaal van 1 tot 10. 1 is, dit wordt absoluut een flop. En 10 is, dit wordt een bestseller, dat wordt een groot succes. Wat vind jij nou een acceptabel nummer om uiteindelijk te beslissen om het wel te gaan doen? Dus vanaf welk nummer vind je dat Mark zijn baan moet gaan opgeven? Dus dat kan je voor jezelf bedenken en vervolgens kan je dit gaan bespreken in een groepje. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van het nemen van een groepsbeslissing. Dus ga dit met elkaar in overleg en beslis dan, moet Mark nou wel of niet zijn droom volgen? Dus bij welk nummer vind je het acceptabel dat hij zijn baan opgeeft? Nou, het idee is natuurlijk dat op het moment dat jij vraagt aan een groep om een bepaalde beslissing te nemen, dat je gewoon het gemiddelde hebt van alle individuele keuzes. Dus sommige mensen willen wat meer risico nemen, andere mensen willen wat minder risico nemen. Als je daar het gemiddelde van hebt, dus de gemiddelde individuele keuze, dan zou dat de groepskeuze moeten worden. Want je neemt gewoon het gemiddelde van al die meningen, dat is wat mensen uiteindelijk gaan kiezen. Maar dit blijkt niet zo te zijn. En dat is gebleken uit onderzoek van Stoner in 1961 en daarna nog uit veel meer onderzoek. Het blijkt als de gemiddelde individuele keuze al een beetje neigt naar één kant. Dus het gaat eigenlijk een beetje richting het nemen van meer risico. Dat dan na het bespreken met een groep, dat mensen nog extremer worden in de groepskeuze. Dus dit noemen we groepspolarisatie. De uiteindelijke keuze wordt gepolariseerd. Extremer dan de gemiddelde individuele keuze. En als dat gebeurt, noemen we dat ook wel een risky shift. Dus als je als groep al een klein beetje naar de risicokant gaat, word je nog extremer in het nemen van risico's als jij dat met de groep hebt besproken. Dus de groepskeuze is extremer. Nou, we zien dus dat mensen, is het nou zo dat mensen altijd een riskantere beslissing gaan nemen? Nee. Nou, stel je nou voor dat ik je wat meer achtergrondinformatie geef over Mark. Ik vertel je nu erbij dat Mark dus die grote droom heeft om schrijver te worden. Maar hij is wel op dit moment echt helemaal blut. Dus hij heeft al helemaal geen geld meer. En hij is ook nog een alleenstaande vader van deze twee schattige kinderen. Moet hij nou wel of niet? Wat is nou een acceptabel risico om zijn baan op te geven? Dus moet hij nou zijn baan opzeggen om zijn droom te volgen met deze extra informatie? Waarschijnlijk ben je nu wat meer behoudend geworden. Je denkt, als dat de situatie is en hij heeft ook nog die verantwoordelijkheid over die kinderen. Nou, dan vind ik het dat het wel echt een bestseller moet worden. Wil je? Dus ik vind toch wel misschien wel een 7 of een 8 voordat het acceptabel is om zijn baan op te zeggen. En stel je nou voor dat de gemiddelde individuele keuze dus inderdaad iets meer naar de minder risicokant is, de veiligere kant. En je gaat het nabespreken met de groep, dan word je eigenlijk nog veiliger. En dit wordt ook wel de conservative shift genoemd. Dus het is niet zo dat mensen altijd een riskantere keuze nemen. Het is ook soms zo dat ze een conservatievere, een veiligere keuze nemen. Het ligt er maar net aan waar de gemiddelde individuele keuze ligt. Of mensen al automatisch iets meer naar de risicokant gaan of juist iets meer naar de veilige kant. Nou, de vraag is natuurlijk, waarom polariseert een groep? Hoe kan het dat mensen extremer worden in een standpunt als ze samen met een groep een beslissing gaan maken? Nou, er zijn verschillende redenen voor en het is een beetje samen te vatten in twee grote categorieën. De eerste categorie is informationele invloed. En dat betekent simpelweg dat jij als groep elkaar informatie geeft. En stel je voor, je bent zelf als individu al tot de conclusie gekomen, nou, je mag best wel een beetje risico nemen. En je gaat vervolgens in gesprek met je groepsgenoten en die vinden dat ook, maar die hebben daar misschien wat andere redenen voor. Dus die geven eigenlijk argumenten, overtuigende argumenten, die je zelf nog niet had overwogen. Dus je krijgt eigenlijk meer reden om overtuigd te zijn dat het een goede beslissing is. En ja, op die manier word je dus eigenlijk nog meer overtuigd om een extremer standpunt in te nemen. Dus omdat de groep jou informatie geeft, word je extremer in je standpunt. En dit noemen we ook wel een persuasieve communicatieverklaring. Dus de verklaring is dat mensen persuasieve communicatie, overtuigende communicatie gebruiken om jou van mening te laten veranderen en dus extremer te worden in je standpunt.
Maar mensen worden niet alleen maar meer gepolariseerd door de informatie die ze krijgen, maar ook door een ander groepsproces, namelijk de normatieve invloed. Dus wat dat betreft lijkt het eigenlijk heel erg veel op conformisme. Dus we conformeren ons soms omdat we informatie krijgen en soms omdat we de normen volgen en we ja, eigenlijk opgenomen willen worden in de groep. Dat geldt dus ook bij groepspolarisatie. En als je kijkt naar die normatieve invloed, dan kunnen wij ook die polarisatie eigenlijk gebruiken om een wat extremer standpunt in te nemen, om zo gezien te worden als een goed groepslid. Dus je vergelijkt jezelf eigenlijk met de andere groepsleden en je denkt, oh, iedereen is een beetje richting de riskante kant, weet je? Dan ga ik nog iets riskanter zijn en op die manier signaleer ik van, kijk, ik ben echt een heel goed groepslid. Ik wil echt een hele riskante keuze nemen. Dus dat is eigenlijk een manier om jezelf te presenteren aan de groep en ja, jezelf ook een beetje te verkopen als goed groepslid. Dus zowel door die informationele invloed als die normatieve invloed kan er meer groepspolarisatie plaatsvinden. Nou, we hebben dus nu gezien in dit gedeelte van het college dat beslissingen nemen in de groep lang nog niet zo makkelijk is. En als je dat goed wil doen, dan moet je manieren vinden om zowel groepsdenken als groepspolarisatie te voorkomen.